Boom in Brabant verkent de markt in Brabant. Wat kost het nu aan tijd en geld om één medicijn te kunnen ontwikkelen? Het kost 10 jaar en het kost ongeveer 1 miljard. Ontdekt nieuwe initiatieven en ondernemers. Ongelooflijk, 50.000 expats? Kan de Brabander dat nou niet gewoon allemaal lekker zelf? Boom in Brabant is kritisch. Ik vind helemaal niks. Maar met trots. Waarom gaan wij dan toch op ons eigen eilandje zitten, zeg maar, en het hier opnieuw het wiel uitvinden? Ja, dat is een goede vraag. En dat is denk ik omdat wij in Nederland en in deze regio heel goed gepositioneerd zijn.